Het is vrijdag 9 september. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Topmodellen op de rode loper van de Kunsthal. Hoogste woongebouw van Rotterdam overstijgt zelfs de Euromast. En het gaat niet snel, maar er wordt nog steeds gewerkt aan speelstad Rotterdam. De weersverwachting voor morgen, Ed Alders. Het komend weekend hebben we te maken met fijn nazomerweer. De beste dag is de zaterdag. Wat meer bewolking op zondag. Maar de temperatuur blijft aangenaam. Zaterdag overdag is het schitterend weer met veel zonneschijn. Maar in de loop van de dag verschijnt er wel steeds meer sluierbewolking vanuit het westen. De temperatuur die gaat oplopen naar een zomerse 25 of 26 graden. Graag tot zometeen. Lara Stone, Mila Jovovich en Tatjana Patits op de rode loper in Rotterdam. Wie niet beter weet zou denken dat de Kunsthal vandaag het decor was van een modespektakel. Maar het ging om de wereldberoemde fotograaf Peter Lindberg. In de Kunsthal is een tentoonstelling te zien van zijn werk. Een tentoonstelling over een beroemde fotograaf in de Kunsthal en topmodellen in Rotterdam. Hoe is dat zo gekomen? Well, they didn't find anybody else who wanted to come here, so I was the only one who had nothing else to do. Zo is het natuurlijk niet helemaal gegaan. De tentoonstelling is opgezet door de Kunsthal en curator Thierry Loriot. Hij deed eerder de expositie van Jean-Paul Gaultier. De Kunsthal is voor hem de beste plek voor Peter Lindberg. Ja, een very groot programming, you know, very avant-garde. And for me it was important to show the work of Peter in a context that he would love. And he spent his childhood holidays in Holland and he worked a lot in the Netherlands. So it was an obvious choice. Met 220 foto's laat de tentoonstelling een uitgebreid overzicht zien van het werk van Peter Lindberg. Er zitten ook foto's in van Lara Stone in de Rotterdamse haven. En dat kwam omdat hij elk een beetje verliefd is geworden op deze stad. En vooral ook op de haven. En hij is geboren in het oostelijke deel van Duitsland, in een mijnbouwgebied. En hij herkende dat industriële, zeg maar. En hij vond dat zo fantastisch. En je ziet dat dus in heel veel van zijn foto's terug. Weet je, die rough settings en die, een beetje dat industriële. Rest de vraag, is dat nou veel werk, zo'n tentoonstelling? Ja, I worked 40 years and Terry too. Vanaf morgen is de tentoonstelling over het werk van Peter Lindberg te zien in de Kunsthal. De Zalmaventoren komt er. Het woongebouw wordt 215 meter hoog en daarmee wordt de toren in het scheepvaartkwartier fors hoger dan de Euromast. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de bouw. De Zalmaventoren gaat onderdeel uitmaken van een complex met 3 woongebouwen. De andere gebouwen worden ongeveer 70 meter hoog. In de Zalmaventoren komen ongeveer 260 appartementen en een openbaar skydeck met uitzicht op de stad. RTMXL is een platform voor stedelijke ontwikkeling in Rotterdam. In tegenstelling tot een groot aantal omwonenden in het scheepvaartkwartier zijn zij voor de komst van de toren. Rotterdam heeft relatief weinig inwoners in het centrum. En al die mensen die zorgen natuurlijk voor dat het voorzieningniveau op stand blijft. Of in ieder geval ook uitgebreid kan gaan worden. De Euromast is 185 meter hoog en daarmee al 56 jaar het hoogste object in de binnenstad. De komst van de Zalmaventoren betekent dat het icoon straks niet meer het hoogste bouwwerk van het centrum is. Ja, het is altijd wel even slikken, want het is toch gewoon een bepaalde trots. Met name, ik ben zelf ook een Rotterdammer en als Rotterdammer zijn, ben je gewoon trots op het hoogste punt van Nederland. Maar wij zijn in ieder geval blij dat het hoogste punt van Nederland in Rotterdam blijft. In het verleden waren ze bij de Euromast fanatieker. Toen deden ze er alles aan om het hoogste object in de stad te blijven. In 1970 is de Euromast 10 jaar oud. De enige functie van de Euromast is hoog zijn. Maar overal in de stad verrijzen hogere gebouwen of zijn die in de planning. En ze komen terecht bij een Zwitserse bouwer van attracties, uitkijktorens. Die worden gewoon verkocht, staan overal in de wereld gewoon op de grond. En de Euromast denkt, kan dat niet gewoon bovenop de Euromast? Dan zijn we gelijk klaar. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En we hebben ook oprecht brieven gehad van mensen die zeiden, ja, kan er geen wet aangenomen worden dat er geen gebouwen hoger mogen zijn dan 185 meter in Rotterdam? Omdat toch hun trots, de Euromast, het hoogste gebouw van Rotterdam moet blijven in hun ogen. Wat vind jij daarvan? Ja, ik ben het daar wel mee eens natuurlijk. De Zalmaventoren moet in 2020 worden opgeleverd. En straks heel Giesse oude kerkers in de ban van de gondelvaart. Moet je een beetje gek zijn om hier zoveel tijd in te steken? Ik zeg bijna zwaar gestoord. Echt, dat is ongekend, ja. Ja, daar moet je echt gek voor zijn.
Door naar Rotterdam-Zuid. Een mega-attractie moet het worden. Speelstad in de oude vuilverbrandingsfabriek daar. De bouw schiet nog niet erg op, maar eigenaar Henny van der Most nodigde gisteren toch alvast de buurt uit voor een eerste rondleiding. Iedereen van harte welkom in Speelstad Rotterdam. U staat nu op het speeldek. Henny van der Most heeft grote plannen met de kathedraal, zoals de oude vuilverbrandingsfabriek in de volksmond heet. Een mega reuzenrad moet er komen, een glijbaan van meer dan 800 meter. Aan de oude verbrandingspijpen komen pompoenen, waarin bezoekers omhoog kunnen. En ook voor de toren heeft hij plannen. Ja, dus er wordt een kabel gespannen. We hebben een kabel spannen waar we s'avonds om 11 uur een show kunnen geven. Dus geen lawaai, geen vuurwerk, maar wel licht en gebeuren. Van der Most kocht het terrein al in 2012, maar door tegenvallende sloopwerkzaamheden, financiële problemen, bouweisen, vergunningen en een brand in de grote verbrandingsoven in 2013 schiet de bouw nog niet erg op. Wat de bedenker er niet van weerhoudt om er steeds weer plannen bij te maken. Ik heb vorige week weer bedacht van dat er misschien een kabelbaan rondom de kathedraal komt. En ik heb mensen uit Oostenrijk gehad, die hebben gezegd, kan. Er zijn al heel veel problemen die we op moeten lossen, maar ik hoop dat het ook komende maanden dat er meer duidelijkheid over is. En dan hebben we weer een unieke attractie erbij. En al werden er aanvankelijk meer dan 50 bezwaren ingediend tegen de plannen, de mensen die gisteren kwamen kijken, zien het wel zitten. Het is een heel leuk idee, en vooral voor de buurt. We hebben hier niet zo gek veel, dus vooruitgang hoop ik. Goed voor de werkgelegenheid. Vertier heeft Sjaarloos nodig, heeft Zuid eigenlijk wel nodig. Goed dat het blijft bestaan hier. Want als je van de grote weg afkomt, in de dorpsschap, dan zie je voor ons Sjaarloos dus de kathedraal staan. En dat Henny van der Most zo gek is geweest om dit weer te kopen. En weer een speelstad van te maken, ik vind het fantastisch. Ja. In 2018 zou het nieuwe attractiepark open moeten gaan. De politie heeft de 43-jarige Turkse Rotterdammer vrijgelaten, die eerder werd aangehouden wegens opruiing en bedreiging. Hij geldt nog wel als verdachte. Gisteren kwam al een 42-jarige man vrij. De twee werden aangehouden vanwege de spanningen die zijn ontstaan na de mislukte coup in Turkije. De Rotterdammer die vandaag is vrijgekomen zou via social media mensen hebben bedreigd en opgeruimd. 100 jaar geleden begon in Rotterdam een bedrijf dat meubelstukken maakte met stalen buizen. Het bedrijf van Willem Gispen groeide uit tot een van de bekendste meubelfabrieken van Nederland. Een aantal bijzondere ontwerpen is nu te zien in Museum Boijmans van Beuningen. Deze tentoonstelling is heel bijzonder omdat er allemaal producten staan die niet die serieproducten, niet die gewone serieproducten zijn. Alle producten die er staan zijn eigenlijk unieke producten of producten waarvan er maar een paar zijn gemaakt. Het waren natuurlijk stalen buismeubelen, dat wat mensen wel kenden uit kantoren en uit ziekenhuizen. Dus heel veel mensen vonden dat eigenlijk maar kil en onaangenaam. Maar Gispen wist het net zo te maken dat het toch aantrekkelijk werd. In het museum zijn unieke voorwerpen te zien, waaronder deze lamp. Die hing in fabriek Zeelandia in Zierikzee. Er is er maar één van gemaakt. Ook deze stoelen hebben een bijzonder verhaal. Ze zijn ontworpen door Wim Rietveld en zijn bekende vader Gerrit Rietveld. Maar je kon er niet op zitten. Het stoeltje was eigenlijk helemaal niet goed. Het zakte in, je kiepte. Het was niet wat Wim en Gerrit Rietveld hadden gedacht. Dus dit stoeltje is eigenlijk een special tegen wil en dank. Dus dit is een heel interessant verhaal over vormgeving, over schoonheid, over beroemde ontwerpen die eigenlijk helemaal niet goed zitten, maar ook over technische ontwikkelingen in de Nederlandse industrie. Ja, de tentoonstelling is nog te zien tot februari volgend jaar. De Eredivisie gaat weer verder dit weekend. Voor koploper Feyenoord is dat met een thuiswedstrijd tegen nummer 3, ADO Den Haag. Dennis van Eersel was vandaag in de Kuip. Is de opstelling al duidelijk? Ja, voor het grootste gedeelte eigenlijk wel. Het is onzeker of Terence Congolo kan spelen. Die heeft wat knieklachten gehad deze week. Lucas Woudenberg blijft wel zeker van zijn plek als linksback van Feyenoord. Ook nu Miquel Nelom weer fit is, maar die moet nog een wedstrijdritme opdoen. De grootste vraag zal zijn hoe scherp die spelers van Van Bronckhorst zijn. Want het gaat al heel de week over die wedstrijd van donderdag. Hè? Feyenoord, Manchester United. Al zijn de spelers van Feyenoord, volgens eigen zeggen, daar nog niet mee bezig. Nee, eigenlijk niet. Nee, is wel hartstikke leuk natuurlijk. En een hele mooie uitdaging voor ons. Maar het zou zonde zijn als we daardoor ADO verpesten. Dat zou hartstikke zonde zijn. En dat gaat ons ook niet gebeuren.
Nou, ze hebben een goede wedstrijden gespeeld, veel punten gehaald. En eigenlijk de laatste wedstrijd de kans gehad om de wedstrijd te winnen. Dus het is wel een team wat vertrouwen heeft. En dat zie je in de wedstrijden die ze gespeeld hebben. Ja, sommige spelers hebben dat gewoon. Ja, ik heb gewoon dingen, als ik op links speel, heb ik dingen niet die ik op rechts wel heb. En dat is mijn indraaiende voorzet, dat is mijn schot. Zoals ik die goal maak, als ik op links sta en ik krijg hem dan voor mijn rechter, ja, is het procent gewoon veel lager kans dat ik een goal maak zo. Dus dat zijn gewoon dingen, ja, dan heb ik gewoon meer dreiging. Maar op links, ik vond het ook niet slecht gaan, maar dan speel ik gewoon meer in de combinatie. Probeer ik meer een vroege voorzet te geven, dan heb ik gewoon andere dingen daar. Ja, zondag dus Feyenoord-ADO. Aansluitend is het om 2:30 Groningen tegen Sparta. Bij Sparta nagenoeg iedereen fit. Daniel Breedijk en Roland Bergkamp wat langer aan de kant. Alleen er is ook nog Bart Vriends. Die heeft deze week 5 dagen last gehad van toch wel wat flinke koorts. En met hem zal er ook geen risico genomen worden. Dankjewel Dennis. En zometeen gaan we in FC Rijnmond het betaald voetbal weer doornemen. Etienne Verhoef, met wie en waarover gaat het? Ja, dat is een bijzonder moment. We hebben weer een debutant in FC Rijnmond. Zit hier naast Bart Vlietstra, nog een beetje zenuwachtig denk ik voor dit moment. Gaat zo met deze debuut maken in FC Rijnmond met Ruud van Os. En we gaan met deze twee mannen praten. Onder andere over dat boek van 34 kilo dat bijna 1000 euro kost op 1 euro na. Over Feyenoord. We gaan praten over de competitie die weer verder gaat. En Feyenoord met die hele belangrijke en zware weken voor de boeg. Zometeen allemaal in FC Rijnmond. Dankjewel Etienne. Giezen Oudekerk maakt zich op voor de 36e editie van de Gondelvaart. Deze drijvende carnavalstocht wordt om het jaar georganiseerd en trok vorige keer nog 25.000 bezoekers. Morgenavond is het zover en dat betekent dat er vandaag nog flink gewerkt wordt. Volop timmergeluiden vandaag in het dorpje Giezen Oudekerk. De dorpsbewoners hebben massaal een vrije dag genomen om een varende bouw zoals op tijd af te krijgen. Ik denk dat we tot morgenmiddag 5 uur aan het klussen blijven. En dan... Dat is ook een hoop last minute werk. Echt last minute werk, ja. Maar wel heel leuk om te doen. Ik zeg altijd aan de kant blijven, dat is voor mij geen optie. En voor velen met mij. En de deelnemers jutten elkaar goed op, want de mooiste boot wint een prijs. De makers van dit kasteel weten hoe het voelt om te winnen. We zijn 4 keer achter elkaar eerste geworden en dat is goed, dat is prima. Als het lukt is het leuk, maar het is niet nodig. Maar het is wel weer een blikvanger geworden. Ja, dat is de bedoeling en dat is redelijk gelukt, ja. Het is redelijk kolossaal. Maar er is aardig wat concurrentie. Veel bouwers zijn al maanden bezig. Alles is handgeschilderd, ja. In het begin mei zijn we begonnen. En daar hebben we heel veel uurtjes in zitten. We hebben ze niet geteld, maar dat is ongekend. Het is een kick. Het is gewoon, je begint met iets en het wordt steeds erger. Zullen we dit nog doen? Zullen we dat nog doen? Moet je een beetje gek zijn om hier zoveel tijd in te steken? Ik zeg bijna zwaar gestoord. Ook de organisatie ziet dat er goed gewerkt wordt. En dat de bouwsels steeds mooier worden. Een virus is het eigenlijk een klein beetje. En ze steken elkaar steeds verder aan. Hè? Dus aan de gang blijven en ja, leven naar morgen. En dan morgenmiddag om 1:00 of 3:00, ja, dan worden ze opgehaald. Dan gaan ze opstellen op het dorp. Dat is al ja, een happening op zich. En dan om 7:00, ja, dan gaan ze varen. En hoe fanatiek de deelnemers dan zijn? We zouden het wel leuk vinden als we er weer bij horen. Al is maar bij de eerste 3, dat zou wel heel leuk zijn. Meedoen is belangrijker dan winnen. Alhoewel mijn kleinkinderen daar anders over denken. Met deze tip voor morgen eindigen we het Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op rijnmond.nl. Een prettig weekend.